Jullie denken, Koen, fluitje, want je bent door naar de volgende ronde van K3. Nee, ik moet je teleurstellen. Ik heb nog niks gehoord. En ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Het is helemaal raar. Ik snap er helemaal geen reet meer van. Mensen, voordat we gaan beginnen, abonneer op mijn kanaal, alsjeblieft. We gaan echt heel erg lekker. We hebben afgelopen maand iets al 20.000 abonnees erbij. Nou, kom op, dat moet omhoog. Come on, geen riant. Come on, boys. En girls, uiteraard. Mensen, even over mijn K3 auditie. Ik krijg elke dag, ik maak geen fatsoen, 20, 30 vragen, 40, 5. Ik krijg elke dag 600 vragen. Koen, weet je al of je door bij de A3 auditie? A3. Mensen, ik heb nog steeds niks gehoord. Maar ik heb wel wat dingen gevonden op internet die ik ronduit, verdag, maar ook heel leuk vind. Dus daar gaan we vandaag even naar kijken. We gaan even kijken in hoeverre ik in de kanshebber ben om door te gaan met de K3 audities. Voor de mensen die het helemaal niet hebben meegekregen, ik deed eerst mee. Je kon je auditie doen voor de K3 auditie. Je kon auditie doen voor de K3 auditie. Wauw. Heb je nou nog een mooie toeter voor me? Laat even weten waar ik mooie toeters kan kopen. Deze toeter, echt, kijk. Oh, dat is geen mooie toeter. Dat is een kapotte toeter. En heeft je vader nou een keukenbedrijf, stuur ook een bericht, want ik ga verhuizen! Ik ben helemaal klaar met die stinkbankzitters. En ik ben dus op zoek naar een nieuwe keuken. Ken jij iemand die in keukens handelt? Nou jongen, hit me up in de DM's, man. Slide in mijn DM, man. De Instagram is K-O-E-N. Zo voor dikke SO's, jongen. En ik betaal wel gewoon. Boeien. Oké, laten we maar beginnen. Luister, mensen, het ging zo. Gert, je weet Gert wel. Gert die altijd in de broekjes van de K3's gaat. Behalve in mijn broek straks. Nou goed, daar hebben we het later over. Wellicht als ik dan een baan krijg daar. Eigenlijk een serieuze baan. Serieuze baan, ook niet helemaal waar. In ieder geval, Gert kwam bij 538. En wat hier gebeurde was echt heel vreemd. Moet je even luisteren. Mag ik het even horen voor Gert van Studio 100? Dit is nog niet raar. Goedemorgen. Goedemorgen Gert. Spreek met de mooiste man van Nederland. Gert! Ik ben dat! Wat is dit voor onzin, jongen? Wat een bullshit! En wat is dit voor rare opmerking? Nou goed. Ja. Ja. Ik ben inderdaad wel de allermooiste man van Nederland. Eerlijk. Als ik ooit van uiterlijk zou mogen veranderen, dan koos ik het jou wel. Als hij ooit van uiterlijk mocht veranderen, dan koos hij het uiterlijk van Frank. Ik weet niet verder. Slotta. En als ik ooit met iemand mag ruilen als het gaat om de bankrekening. Nou echt, Frank is naast dat hij super knap is, jongen. Echt Frank, als je dit kijkt. Als ik met iemand mocht ruilen van uiterlijk, dan was jij het geweest. Is hij ook nog eens super grappig. Dat is wel echt mooi. Nou, in ieder geval, de rest van het interview, dat boeit allemaal geen reet. Dat is ook totaal niet waarvoor we kijken. Het gaat dan ook om dit stuk. En volgens mij heb je ondertussen het leukste leven van de wereld, hè Gert? Eerlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik snap wel waarom, hè, Gertje. Wij snappen elkaar. Nee, ik ga niet weer blazen op die fluit. Een stukje inside info. Hoe staat het met de audities voor K3? Kijk, hier ging het natuurlijk om. Dankjewel, mevrouw. Dit even vraag. Mooie trui. Krijgen we een jongen? Nou, en hier was echt, jongen, ik luisterde dit. En ik dacht van, oh mijn god, jongen. Ik was al aan het stijgen. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, dat is een helse klus. We hebben 22.500 inschrijvingen. Die zijn we allemaal aan het bekijken. En ik moet eerlijk zeggen, om het netjes uit te drukken, het zijn niet allemaal even grote talenten die daartussen zitten. Dit is wel disgusting. Ik ben het wel mee eens. Zou ik nog een paar bekijken, een paar nieuwe. En dat zijn niet allemaal even goed. Maar ik ken toevallig één die wel heel goed is. Ja, dat ben ja. Ik dus. Dit is een marteling voor de mensen. Waarom lach je nou weer, Frank Dane? Mooie man. Of die allemaal te borstelen en we moeten van die 20.000, wel even die 22.000, naar 1500 gaan. Het gaat naar 1500, gaat het. 1500 mensen. Oh. Ja, ik wist dat, maar ik wist niet dat hij het hier ook zei. Denk je dat dan dat die vorige auditieronde dat er helemaal niemand is afgevallen? Dat zou echt heel verdrietig zijn. Dat is een helse klus, maar sorry. Vanaf dan gaat het alleen maar leuk worden. Ik had me nooit aan moeten melden, sorry. Ah! Wat een leuke kale man op de iPad! Ah! Ja. Ah! Iedereen vindt het leuk, heel de studio. Studio 100 was 25 jaar, en wat doen we dan? Ja, toch even een klein fluitje. Gefeliciteerd Studio 100, goed gedaan, 50 jaar oud. Dat is echt hartstikke lekker. En hier had ik dus een nieuwsartikel gevonden waar inderdaad ook stond 22.690 inschrijven, ongelooflijk met een grote proef zijn nu bezig kop van het koren te scheiden. Mensen die echt niet geschikt zijn of de auto, jongens, zijn vallen nu af. We gaan eerst terug naar 22.000, naar 1500. We worden vanaf komende maand allemaal uitgenodigd voor een persoonlijke auditie. Is het dan dat ik daarheen moet? Of was dat laatste al een persoonlijke auditie? Ja, ik denk dus dat laatste. Nee, de eerste. Dat ik er dan naarheen moet. Jezus. Moet ik wel een goed pak hebben. Godsamme. Ik zoek K3 pakje volwassenen. En ik kom bij een M&M kostuum. Die ik trouwens echt heel leuk vind. Mensen, ik ben op dit moment bezig met een M&M kostuum te kopen. Als het goed is zien jullie dat ergens in de volgende video. Opmerking. Oh, hopelijk gaan ze het doen. Mag ik er AUB een zakje M&M's
bij. De Facebook-zaak kan zeggen, onsterfelijk maar op het moment dat zij mij een zakje M&M's erbij geeft. Nou goed, dan gaan we nu nog even kijken naar een paar andere mensen die ook door de eerste ronde heen gekomen zijn. Hè? Zij zei, ik ben door naar de live audities. Hoe kan dat? Ja, maar als dit naar de live audities is, ik niet. Waar praat dan nog over? Even serieus. Kom op, hè. Ik heb mijn fucking best gedaan. Verschrikkelijk, zeg. Wat is dit dan? Pak me kans, ik ken echt elke dans. Het lijkt me echt geweldig om K3 te zijn. Pak me kans, ik ken echt elke dans. Het lijkt me echt geweldig om K3 te zijn. Jezus Christus. Ja, afgelopen woensdag is... Oh, ik ken hem! Ik was het laatst bij Milan Knol en daar ging het over dat hij had een nummer gemaakt. Leek fucking erg op mijn nummer. Toen zei hij, hij heeft van mij gestolen. Daarom zat hij ook gestolen van Koen. Beste Geert. Oh, wat het begin was. Maar dit is ook gestolen van mij. Even serieus, moet je kijken. Ben jouw nieuwe kaartje. Al zou je willen, je komt niet in mijn gaten. Hoor je letterlijk wat ik zing, man? Oh. Dat is een soort parodie maken op alle kleuren van K3. Omdat Niels dat nummer zong in zijn K3-auditie. Dus ja, toen we bezig waren met die parodie maken, ben ik een beetje naar andere YouTubers gaan kijken. Die ook zoiets hadden geüpload. Ter inspiratie. Ja, hij heeft dus inderdaad genakt. Daar komen we dus op neer. En ik merkte ook best wel snel dat die video best wel veel weergave had. Zo. Op mijn kanaal dan. Meestal komen mijn video's niet boven de 1000 weergaven uit. Ha! Nee, dit is heel snel. Geintje. Ik heb inderdaad inspiratie opgedaan van Koen. Ik kon er dus wel om lachen, maar... Oh, hij heeft inspiratie opgedaan. Ja. Hoe ik dat noem is gewoon keihard nakken. Hij is ook door. Hoe kan dat nou? Wat een bullshit. Oh mijn god. Dit is ook een gast. En die had ook zo'n K3-nummer gemaakt. En die heeft nu een Koen diss-track. Zie je me hier nou? Disclaimer. Gadverdamme. Ik Koen, what the fuck? Wat zeg jij? Ben reageer op. Je bent nu echt het haasje. Pas op, anders verwijder ik nog kaasje. Nee, niet kaasje. Kaasje heeft er niks mee te maken. Van mijn telefoon. Gelukken met de bank zitten spelen. En op een trompet over fucking saxofoon. Saxofoon. Kijk uit voor mijn beschrijving, want er staat een disclaimer. Ja, ik doe dit voor de fame, ik ben een fuse aimer. Ja, ik ben een fire over 5 jaar in de cirkel. Dat bij mij gebeurt, echt voor jou is het een fucking droom. Ja. Wow, wat stond daar in beeld? Fucking droom. Oh, dreams. Ik dacht hier is een of andere diss dat hier in beeld staat kort. Ja, je gaat best hard en je gaat best lekker. Hey, Esso naar jou, man. Lekker, man. Thanks, man. Vette bril trouwens. Bank zitters was gehackt. Shout ja. Naar die toffe hacker. Goed, lekker hoor. We moeten echt voor zorgen dat Koen deze video ziet. Nou, ik heb hem gezien. En echt ongelooflijk. Ik ben zwaar onder de indruk. Helemaal kapot gemaakt, die Koen. Nou, inderdaad hoor. Wat een goede diss-track. Goed, hoe ik van kijken bij K3 naar dat ik een M&M-pak heb besteld. Naar dat ik een diss-track zie over mij weggekomen. Ik weet niet helemaal. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Op het moment dat ik iets hoor van K3, ik laat het jullie gelijk weten. Als ik niks hoor, ook. Zoals nu. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik zie je bij de volgende video. En de groeten. Ja, doei! Nooit weg geweest, we rocken nog Ray-Ban.